De liefde voor vinyl neemt toe en wie anders dan een topartiest als ambassadeur voor Record Store Day helpt dan om de liefde voor deze nostalgie aan te wakkeren. Ik heb een kamer voor mijn platen thuis, een speciale kamer in mijn huis. En ja, ik doe dat eigenlijk ook al sinds ik echt heel jong ben. Ik denk sinds een jaar of 11, 12, 13 dat bij mij en in mijn vriendenkring gewoon die liefde voor platen gewoon er eigenlijk al was. Het vinyl en de cd's zijn door de jaren een beetje in het slop geraakt, maar het zit weer in de lift. Je ziet nu gewoon overal platen, koffiewinkels met platen. En dat is kicken, man, want iedereen die platen koopt, die houdt echt van muziek. Anders ga je dat gewoon niet doen. Je gaat niet iets downloaden. Het hoesje, dat zegt iets. Dat heeft een apart, ja. Ik kan niet goed omschrijven, maar ik heb er echt iets mee, ja. Ik hou van muziek. En dan is het grote moment daar. Jet Rebel zingt een nummer van zijn plaat die uitgerekend vandaag uitkwam.